Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Heel echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brian Vlogs. Jouwe, we zijn er weer. Jouwe, mensen. Hier zijn we weer. Met een gloednieuwe video. Mensen, super bedankt dat jullie op onze kanaal zijn gekomen. En dat jullie op abonneren hebben gedrukt. En dat jullie belletje hebben gedrukt. Wij zijn jullie super dankbaar. Dit is... Bilal. Dit is Bilal. Ik ben Brian. We samen maken we super toffe video's, of niet? En het gaat om succes. Maar ja, deze man, die, ja, je gaat het weer, in deze video ga je het weer opmerken. Helemaal lijp deze jongen. Maar goed, mensen, vandaag gaan wij naar een voetballer. Deze voetballer, die, daar heb ik het genoegen voor gehad om hem ooit ja, een paar trainingen te mogen geven. En ik heb zijn broer, heb ik jaren getraind. Wat? Zo trouwen. Ik heb het over een voetballer, hoe kom jij nou weer op trouwen? Het is even normaal, joh, lijpen. Ik hou zo na. Nee, joh, gek. Hou zo. Nee, helemaal geen. Jongen. Hij is gepromoveerd naar de Eredivisie. Wie is deze jongen? Hij heeft een basisplaats veroverd. Want, Bilal, wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar lichten. En wij zeggen altijd. Zonder tijd. Altijd positiviteit. Mensen, Arvedetje. Waar is hij dan? Dat is goed? Ja. Hey, Sam. Dat is goed. Le? Wie is dit? Arthur. Afdoen. In het strafschopgebied. Die kan schieten. Nee, die zit erin. Die zit er gewoon in. De wedstrijd is opengebroken. Want die platten als het daar, ik heb geen muur om te hangen. Ze leggen in mijn schuur, maar ik heb vuur in mijn handen. Ik word para van de buurt. En waar voetbalt hij? Sparta. Sparta, ja vriend. Had je niet gedacht, hè? Nee, dat is niet. Maar meestal mag... meestal mag je voorin zitten, maar nu moet je achterin. Nee, mijn is Bilal, mag van mij. Ja? Mij mag van ja? Mij. Ja, tuurlijk. Is gewoon goed gekeurd. Tuurlijk. Nou mensen, Abdou Harawi. Speelt bij Sparta. We gaan zo meteen van alles over hem horen. We gaan in ieder geval racen voordat we te laat komen. Waar gaan we heen? Wat gaan we doen eigenlijk? We gaan een clinic doen bij SV Nieuwkoop. Voor, ik denk, kleine kinderen. Ja? Ja. En dan een voetbaltje, voetbal je met ze mee. Dan praat je een beetje, foto's en een beetje lachen. En dat is het? Dat is het, ja. Dat is toch een heerlijk leventje, mensen. Gewoon een beetje fotootje maken. Zo. We gaan rijden, mensen. Love. Tot zo. Sneaky. Hij is ja, sneaky, hè? Jongen. Hè? Ja, hoor. Steenslippertjes, hoor. Dat zijn ze, hoor. Kom weer, ik ga achterop. Ga maar. Nou, Abdul, dit is hem, hè? Dit is hem dan, hè? Waar zitten we nu in SV Nieuwkoop? SV Nieuwkoop, volgens mij is ook de eerste keer dat ik hier kom. Ja? Ja. Ik weet ook niet waar ik me moet melden, maar... We vinden onze weg wel. Goeiedag jongens. Maar door wie ben je uitgenodigd eigenlijk? Ja, door een oud trainer, Arjan van der Laan. Die vroeg me of ik een training kon doen hier. Dus, oké. Okay. Ja, die heeft wel wat van me betekend vroeger. Dus, even wat terug doen. Even altijd met getraind, na de training. Oké. Okay. Ja. Dus iedere keer na de training een beetje, dan even die half uurtje of zo? Ja, precies. Even een half uurtje met de ballenzak, keepertje. Leuk. Terwijl hij ook gewoon naar binnen kon lopen, snap je? Ja. Hij ging hier gewoon tijd aan besteden, dus dat is wel top. Tof, man. Wat gaat hij doen, man? Nee, slippers af, slippers af. Bilal. Nou, denk jij dat hij Ramadan heeft? Brian Vlogs. Dames en heren, waar zitten we nu? Nieuwkoop. En jullie voetballen hier bij Nieuwkoop? Ja. Maar wacht even, wow. Bilal. Bilal, ik zie iets. Moet je kijken. Ah ja. Ja vriend. Ajax. Kijk eens.
Ajax. Ja. Oh, kijk eens. Ajax. Ja, is Ajax, vriend. Oh, kijk eens. Ajax. Ja, maar de allerbeste, hij is Nieuwkoop, vriend. Ja. Utrecht. Nou, dan wil ik nergens op slaan. Wat slaat op? Nee, je schat. Ja, Utrecht. Oh, kijk eens, daar is Utrecht. Nee, Bilo. Sorry jongens, doe jullie ding, wij zien elkaar zo meteen. Alleen maar liefde. AMG, AMG, life is real, love is fake. RSP, hoofd is heet, op mijn cheese, op mijn cake. AMG, AMG, life is real, love is fake. RSP, hoofd is heet, op mijn cheese, op mijn cake. Als het gaat om brieven kan ik met je bellen. Ik kan met je verliezen, ik kan met je tellen. Ik spreek met jongens. Bilal, moest kijken. Sorry, jongeman. Mogen wij even kijken? Kijk eens. Wat? Feyenoord. Hoe doe je Feyenoord, boe? En wie is dat? Ajax. Joh, maar ik ben voor hem. Kijk eens, hij is bij Feyenoord. Nee, Feyenoord is niet goed. Nee. Je moet juist bij hem zijn. Nee, je moet niet bij hem zijn. Nee? Nee. Nou, dat is mijn vriend. Ah ja, nee joh, is helemaal niks. Ja, nee joh, is helemaal niks. Feyenoord. Nou, we staan hier op het veld. Abdou die krijgt instructies wat er zo meteen gaat gebeuren. Hallo? In de rand telt het. Wow. What a go. Baby, don't want it. Goed. Waar is hij dan? Ah, maar daar is hij. Hij is opgestaan. Hij is opgestaan, daar is hij. Hij gaat nu iets uit. Ik weet niet wat hij gaat doen, maar hij gaat niet iets. Oeh, jammer. Bijna. Wat is dat? Kijken? Kijken. Hé, hey, hoe kom je daaraan? Nee, Bilo. Nee. Aldo. Nee, Bilal. Bilal, ik stel zijn. Blijven ze hier, anders blijven ze hier, weet je, een beetje zielig. Wat voor blijven? Die jongens die niet hebben geraakt. Die me niet konden raken. Ik zeg, ga maar verder. Ik begin toch wel een beetje mild te worden, broer. Je bent zacht aardig aan het worden. Ik moet een beetje. Hey, kom op, jongens. Wat is dit nou? Maar wat ga je nu doen? Wat ga je proberen? Nee. Ja, laat je schieten. Bovenste of die... Bovenste. Ja. Oké. Okay. Broer. Hou vast. Ik ga je laten zien. Mag ik één keer? Ja. Bovenste zei toch? Ja. Dat is veld. Je bent niet gewoon voor jou raken. Jelle, wat zeg je dan meestal als je een vrije trap neemt zo? Ja? Alala. Oh, die is aanraken. Nee, broer. Wee, yo. Wat een drama. Nee, onderste. Hij is moeilijk, hè. Ja. Nee joh, gek. Rustig, camera sturen. Nou, dames en heren, gaan we nu eventjes kijken. Iemand van SV Nieuwkoop. Kijk of hij iets met een bal kan. Hey, sorry man, mag ik wel vragen? Speel jij bij Nieuwkoop? Oh, serieus. Ah, kijk. We hebben er eentje. Alles goed? Brian, man. Hoi. Man. We zijn even aan het kijken. Iemand die bij Sparta speelt, of die met een bal kan. Iemand die gewoon random hier bij Nieuwkoop speelt, gewoon in het eerste. Kijk wat die met een bal kan. Is goed. Zeker weten? Ja, ik ga het proberen. Maar, ik weet niet of ik het kan. Maar het is wel Abdou Harraoui, hè? Ja, ik ga het proberen. We gaan kijken. Oké. Okay. Dat is goed, ja. We gaan even kijken. Dames en heren. Hoe heet jij? Abu. Abu. Ja. Abu, oké. Okay. Dames en heren, Abu. Oké. Okay. Zo.
Oké. Noem ze dat nou de enkelbreker? Ja. Huh? Ja. Brian Vlogs. Meisje, wel goed. Oh, broer, ik zie gewoon een gestrekt been, die doet echt niks. Nee, is niks. Gewoon spelen. Ik ben net naar huis. Gewoon. Ja, naar huis is goed, hoor, nu. Ja, gewoon spelen. Ja? Ja, ja. Van de Heide. Van de Heide. En zit hij erin of niet? Er is doellijntechnologie aanwezig. Kijk naar Nijhuis. Goal. Want zijn armbandje trilt. En dan is er geen discussie meer mogelijk. En staat Feyenoord met 2-1 voor. Ik heb een keer gehad in de wedstrijd dat ik gewoon bijna iemands been brak. Gewoon in het duel. Hè. Gewoon, daar ging helemaal kapot. Hij doet zo. Maar het was wel ver, zeg maar. Het was wel... Het was geen overtreding. Nee, het was gewoon hard. Ja, het was gewoon... Je hoorde echt pak. Wat vind je op? Jongens! Hier is op! Jongens, ja, doorspelen. Die gozer, hij heeft niet eens een pleitje in zijn hand. Wie vind jij Nederland echt gewoon de top 3, zeg maar, worden? De spelers? Ja. Ja, wat bedoel je? Gewoon... Als speler. Gewoon, wie vind jij van binnen de Eredivisie? Vind jij dat je denkt, hé, dat is de top 3? Ja, natuurlijk, Frenkie de Jong. Dat is gewoon geen discussie? Nee, eens. Toch? Eens. Ja, dan heb je ook De Ligt. De Ligt hoort er ook bij? Ja, natuurlijk. Ja, dat is echt een beest. Oké, De Ligt. Kan ik me ook in vinden, zeker. En zie je echt man. Zie je ook een hele. Broer, je voetbalt in Rotterdam, je woont in Rotterdam. Ja, ik hoorde drie Ajax-zoeken. Ja. Ah ja, het is gewoon zo. Klaar. Echte voetballiefhebber ziet het ook. Ik kijk er nu even gewoon neutraal naar. Ja. Ja, eens. Kan ik me ook wel vinden. Vind je ook dat het de top 3 is of niet? Jawel. Maar als je naar techniek kijkt, kijk je liever naar Neres of naar Ziyech? Nee. Kijk dan wel met qua techniek wel naar Neres dan. Wat heb je voor opleiding gedaan vroeger? HAVO. Ik heb mijn HAVO afgerond. 5 HAVO. Daarna HAVO? Daarna ben ik fiscale rechten gaan studeren. What? Ja. Echt? Ja man. Daarna heb ik nog fysiotherapie gedaan. Fysiotherapie? Ja, serieus? Ja. Heb je wel een beetje verstand van? Jawel, ik heb wel verstand van. Ik heb ook... Zoals ik tegen jou zeg, gluteus maximus, dan weet je waar ik het over heb. Nee, dat weet ik niet. Gluteus maximus? Hè? Wat is dat, gluteus maximus? Dat is je achterkant, zeg maar. Gluten, ja, dat weet je. Ja, tuurlijk. Oké, netjes. Maar je kreeg dus een contract, dat was de reden eigenlijk? Ja, tuurlijk, ja. Ik had mijn moeder beloofd dat ik daarna even een tussenjaartje zou nemen, 1 jaar. Het zit nu al op het vierde tussenjaar, volgens mij. Maar zou je nog wel ooit verder willen? Of denk je van nee? Ja, nu niet. Nu is het gewoon een concentratie op voetbal, maar misschien op een dag. Op een dag. En denk je dat je zelf ooit trainer gaat worden? Denk je dat je het in je hebt? Ja, ik denk wel dat ik het in me heb. Ik denk dat ik in de groep goed ben. Gewoon echt een teambuilder. Maar ben je meer Guardiola of meer een Mourinho? Meer, of Louis van Gaal? Ik ben meer een Jurgen Klopp. Ja? Ja, tuurlijk. Beetje fanatiek en zo. Ja hoor, 2-2! Over fanatiek gesproken. uittrap in de... Uittrap. Aftrap. Aftrap. Nou, ik weet niet wie jouw aanval heeft gegeven, maar... Maar FC, je bent wel speler, zeg maar, in Nederland die de meeste bal verovert als middenvelder. Ja, klopt. Wat wist je? Ik speelde in het begin van het seizoen zelf als verdedigende middenvelder. Daar kon ik best wel goed uit de voeten. Ik was ook daarna gelijk opgeroepen voor Nederlands elftal 120. En daarna voor Jong Oranje. Dus dat is wel een teken dat je het goed doet. Dus in principe daarna heb ik meer een aanvallende rol gespeeld. Maar ik heb het denk ik wel uitstekend ingevoerd. Ja man, echt. Ik zeg eerlijk, als ik dat hoor, iemand gewoon uit Leiden. We hebben maar weinig voetballers in Leiden. Nee, hè? Precies. Hey, Randy. Randy, Gustavo. Gustavo ook, ja. En jij? Ja. Missen we nog iemand? Ren Helder. Nee man. Nee. We missen nog één iemand, broer. Wie dan? Kom op, Assaïe. We hebben Gustavo, we hebben Randy. We hebben Harawi. Ricardo Assaïe. Ricardo? Ja. Ze woont ook in Leiden dan? Zeg Allah. Allah, ik is dat in Leiden, man. Nee? Nee man. Hij woont ook in Leiden, man. Ja. En misschien omdat hij niet opgegroeid is met ons, toch? Of wel? Nee, hij is niet met ons opgegroeid. Nee, dat bedoel ik. Hij is volgens mij... Ik heb wel eens tegen Gustavo in de zaal gespeeld. Tegen Randy in de zaal. Snap je van vandaag geen niks, hè? Ja, maar Ricardo zat al heel vroeg bij Ajax, man. Nee, heb je ook. Denzel James, toch? Ook nieuw voetballer. Oh ja, trouwens. Denzel... Ja.
Denzel James, daar moeten we een video mee maken, of niet? Denzel James, ja. Die is ook helemaal... Toffe gozer. Ja, echt een wereldgozer, Rolla. Echt een wereldgozer. Brian Vlogs. Yes, dankjewel. Wat wordt het? Gaan we winnen natuurlijk. Ja, dat hoop ik natuurlijk. Succes. Ja, we kunnen dom doen, baby. Nee, de cijfers liggen niet. Zij willen als ons doen, baby. Jawel, jawel, hier zijn we weer. Jawel, jawel, jawel mensen, hier zijn we weer. We hebben weer onze grote strijder gehad. Dus mensen, willen jullie dat nog meer video's maken met Emera? Laat alsjeblieft even weten. Of niet, Bilal? Ja. Wie is sterker, Emera of Bilal? Hé, wie dan? Wat zeg jij, Emera? Wij gaan snel racen, mensen. Alleen maar liefde. Ik vind het grappig, Amira. Woehoe. Ja, oh, wat gaat... Wat, oh, wat doe je nou? Hey, daar is even rust. Hallo, kijk, op zo'n Hollands gewoon. Ja, ja, dames en heren. Jongen, 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 jongen. Draai maar weer om, Bilal. Bilal. Bilal? Kijken. Ja. Pas deze is. Ja, doe maar. Amira, help me eens met die knoop. Laat Amira mij even helpen met die knoop. Nee. Mag ik helpen? Nee, je moet eerst deze aan doen. Van wat doet hij die blouse dan uit? Is die mooi? Kijken. Ja, vind je mooi? Ja. Is het wat? Oh, zakelijk. Mooi, hè? Dus zo. Precies. Hey, Amira, kan jij Bilal helpen met een mooie broek die daarbij hoort? Oh, broek. Wat voor? Broek. 164. Mag die? Ja. Hey. Wat denk jij? Dat je hem kan flashen of zo? Dat is wel zo. Ik ga voor je ophangen. Ik ga voor je netjes maken. Nee. Loop, ga maar. Ja, wat zeg je dan? Dankjewel, Amira. Hoor je dat, Amira? Ja. Hij zegt dankjewel. Hé, hey, Bilal. Mooi pak of niet? Ja. Gaat Bilal voor het feest aantrekken? Ja. Ja? Amira, hoe vind je zijn pak? Toppie. Right. Jawel, jawel, mensen. Hier zijn we weer. Jawel, 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 mensen. Hier zijn we weer. Na een super lange dag. Even serieus, Abdul. Ik mag gesloopt, man. Ja, ik ben ook kapot. Ben ja, kapot, ja. Jij, Bilal, ben je moe? Nee, niet moe. Nee, ben je te laat. Trouwens, voor ik het vergeet, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet op belletje drukken, zodat je als eerste video ziet. Maar ik hoop dat jullie het een super tof video vonden. En hoe vond jij het, Bilal? Ja. Ja, ben je blij met je pak? Ja. Ja? Wat dan? Wat dan? Wat? Wat is dat? Nee, joh. Zo, Bilal. Geef me echt knuffel. Is dat jouw knuffel? Hey, maar Abdul, je bent wel wat vergeten, man. Ah, je handtekening. Zeker. Kijk die eens. Alsjeblieft. Kom eens, Bilal. Gaat die handtekening zetten. Handtekening voor jou. Die andere ook. Zo. Alsjeblieft, Bilal. Wat zeg je dan, Bilal? Dankjewel, man. Broer, wallah, echt super, super bedankt, man. Geen probleem, man. Echt gruwelijk. Deze krijgt een hele mooie plekje. Hé, hey, mensen. Super bedankt voor het kijken. We hopen dat jullie genoten hebben. Vergeet geen like te geven. Abdul, super, super bedankt. Geen probleem. En dat gaat helemaal goed komen. Wat moeten de mensen doen, Bilal? Abonneren. Abonneren, hè? Want wij zijn echte, echte, echte. Echte, echte. Echte man. Echte man. En wij geven iedereen alleen maar. En wij zeggen altijd. Zo, tijd. Arme netje.
Alleen maar liefde, why why? Alleen maar liefde, why why? Jeu het Ibrahim, why why? Jeu het Bilal, jeu het Ibrahim, why why? Jeu het Bilal, jeu het Ibrahim, why why? Jeu echt een mannen, why why? Positiviteit, why why? Activiteit, why why? Negativiteit, wai wai, geen tijd voor, wai wai, heel wegen door, wai wai, Brian Vlo-